Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts, The Great War. We zijn nog steeds als Freddy. We gaan gewoon verder waar we de vorige keer zijn gestopt. Nou ja, oké. We zijn 5 meter of zo terug. Maar goed, we gaan verder. En ik hoop dat jullie niet dat zien gebeuren. En dus heb ik ook zo. Voor dit weer doodgaan. Maar ik kan hierin. Hij zat reloaden. Wat was ook weer de knop om die hekken door te knippen? Dat ben ik even vergeten. Ja, het was A. Gelukkig. Snel. Oh, gelukkig. Dan pak ik een granaat op. Alleen, hoe ga ik die er binnen krijgen? Er zit daar geen... Kan ik hem... Nee, ik denk het... Ik ga dat. Oh, geluk. Ik wil zeggen, hij kan vast niet door het gat. En dat klopt. Maar... Hij kan waarschijnlijk wel. Oh, ja, hier. En laat die eerste grond daarop kloppen. Ah. En dan valt hij nu naar beneden. Hallo, Rotduitser. Doei. Zo lekker deze geluiden gewoon hierin. Hallo. Machinegeweer daar naartoe. Heel droog. Bondorf. Hij rent ook gewoon weg. Kritmeister. Oké, okay, hij heeft de luchtballon. Het schiet er weer. Rennen. Oké. Okay. Je weet dat het je eigen huis is. Nou ja. Ik heb een granaat. Misschien is dat niet het best slimme om te hebben. Of ligt hier verderop wat? Hier verderop ligt wat. Hoe moet ik dit gaan doen? Kan ik een granaat hier gooien? Ja. Oké, okay, dat deed dus helemaal niks. Die trap ging niet eens naar beneden. Gaat hij naar beneden komen? Ik denk dat ik... Nee. Shit, ik wou zeggen... Ik denk dat ik wel een fles zo kan gooien. Maar dat kan dus niet. En ik zie er volgens mij ook rechts een collectible. Shit. Oké, okay, dat maar heb, is de collectible, moet ik die nu alsnog pakken? Nee, de collectible heb ik nu, oké. Okay. Oh, ik heb nog een granaat. Shit. En daar merk je dan niks van, nou ja. Oké, okay, dan ga ik nu eens flash. Zo. En dan moet ik even gaan rennen. Of nee. Ik sla hem in elkaar. Kan ik nu zijn wapen oppakken? Nee. Jammer, ik kan zijn wapen niet oppakken. Hulp nodig. Hier is het hintmenu. Oké. Okay. Dus. Dat is een collectible. Alleen... Oké, okay, laat maar. Dan druk ik op de verkeerde knop. Ik dacht van, hey, ik kan hier niet doorheen slaan. Belletje. En dan doe ik dat tegen jou. En nu tegen jou. Oh, vlag. Hulpachtig ding. Oké. Okay.
Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Yeah. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuchâtel, the same camp where Emil was being held prisoner. Oh, dan komen ze nu weer bij elkaar. Ja. Denk ik. Bier. Die man met dat brilletje ziet er ook niet blij uit. En hij wil een worstje. Oké. Oké, ik kan niet die kant op. Een hond. En... Oké, ja, dat zijn deze. Ik lees de titels even. Explosieven. Dat zijn bommen. Bijvoorbeeld. Modder. De Garnwell Rifles. De slag bij Neuchâtel. Oorlogsmeters. 6 miljoen krijgsgevangen. Dat is veel. 6 miljoen mensen die gevangen zitten. Oké, hij wil dat zijn hond water krijgt. En jij loopt nu weg. Nee. Oh, je moet A vastgehouden. Laat maar. Hondje. En nu mag ik verder. Woesthout. Oké. Kan ik hier aan trekken? Nee. Oké, ik kan er helemaal niks mee. Collectible. Ja, hier moet ik wat mee. Emil. Oh, gelukkig. Emil. Ze zijn weer samen. Marie. Hoe gaat het met jou? Ik heb een brief voor je. Dearest papa. We live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well and that your wound has healed. Ah, hij was neergeschoten natuurlijk. Your grandson sent you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Kut van Dorf. Adieu, pal. Adieu. Ja, ik weet dat je van worstjes houdt. Oké, dan moet ik hier aan trekken. Nee. Dit is weer zo'n puzzeltje. Vuur. Water, vuur, worst. Oh, wacht. Water komt bij deze uit. Water. Oh, nee. Water. Vuur. Worstjes. Het wordt opeens oranje. Het water. Maar goed. Worstjes. Kom maar hier. Hallo, hond. Jij wilt zeker ook worst. Bommen. Engelsen. Oh, als ik stop, stoppen zij. Als ik stop, gaan ze ook weer weg? Nee, oké. Ik wil zeggen, ze stoppen. Dus wanneer ik stop. Ah, bommen. Help. Moet ik terug het worsthuis in? Ik hoop het. Hond? Hond! Linker. Oh, linksbo. Dat is geniaal. Die hond gaat me helpen. Oké. Merci. Merci beaucoup. Schattige hond. Oké. Ja, ga even zorgen. Hier kan ik doorheen slaan. Ik ben nou ook heel sterk. En mijn pollepel ook. Oké. Nee. Oh, ik moet hem wel helpen. Waarom moet ik hem helpen? Emil is mee met Van Dorf. En een man met een brilletje ook. Oké. Fles. Hier moet zo'n ding in. Oké.
Hey, Walt. Maar waar is dat ding? Ja, hij kan er onderdoor. En hij gaat blaffen. Of is hier een ladder? Moet ik het laten ontploffen? Oh, het hangt in de boom. Dus dan moet ik met het flesje het uit de boom gooien. Dan kan de hond het oppakken. Dat naar me toe brengen. Bedankt. Ah, op zijn buikje. En dan kan dat omhoog. En dan pak ik voor de zekerheid weer even de fles. Kom op, hond. Meekomen. Oké. Moet het nu bij onder? Nee, het moet daar blijven staan, zodat ik daar boven kan komen. Alleen... ik moet er snel mee zijn. Ja, zo. Oké. Ik trek deze omhoog. En dan moet ik mezelf opstaan. En zo. En dan zijn we boven. Is dit een kanon? Zo ziet het er wel uit. Kan de hond ook voor een trapje af? Oh! De achtergrond. Ze zijn allemaal dood. Ik heb de hond niet van een trap af zien gaan. Maar goed. Ja, vechten jullie maar gewoon lekker. Ik ga wel lopen. Naar beneden een X. Ik heb een geweldige pollepel. Hij kan alles. Oké, daar is een collectible. Ik denk dat ik... ja, dat moet ik laten ontploffen. Oké. En nog een collectible. Oké. Maar waar was die touwladder dan voor? Oh, ze geven je meerdere wegen. En als je zoiets hebt van, waarom zou ik van het trappetje afgaan als ik ook nog iets heb om die touwladder naar beneden te laten gaan, dan vind je er een collectible niet. Dus ja. Toch met kanonnen en het regent. Hij wil graven? Oké, dan mag je graven. Wat? Is het een bof? Bonjour. Kan ik? Hem? Nee. Ik wil hem niet slaan. Ik wil hem... gewoon... ah ja, dat kan dus blijkbaar niet. Nou ja, laat maar. Oh, dat bot heb ik nu weer nodig. Om dit te doen. Hoho. Hopelijk gaat het opslaan. Want... ja. Het is bijna weer 15 minuten geweest. Oh, hier liggen veel bommen in. Dan moet ik dus omheen gaan. Of eerst maar naar deze collectible. Hoe komt die hond daar? Nou ja. Oké, hier kan ik niet. Hou dichtbij. Voorzichtig. Zo'n klein stukje. En dan had ik het gewoon goed gedaan. Als het goed is, ja, de collectible ligt er niet meer. Zo. Hallo hond. Kijk. Gereedschap. Oh, worstjes. Wat op je? Nee, hij zit in het prikkeldraad. Domme hond.
Okay. Bied het een eerder aan de andere kant van het front. The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Het was ook weer opgeslagen. Ik ga dit verhaal voor de volgende video bewaren. Tot nu toe, het is nog steeds een geweldige game. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Laat maar even weten of je het leuk vindt. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.